Nou, we zijn hier nu bij Vondel Gym. Dat is onze vierde personal training. En ja, ik moet eigenlijk zeggen, het gaat de goede kant op. Ik word wat zekerder, de bewegingen komen er weer langzaam in. Ja, de gewichten zijn nog niet heel hoog, maar laten we zeggen, het gaat goed en het voelt allemaal vertrouwd en dat is het belangrijkste. Vandaag is de hinge dag, dus dan gaan we vooral focussen op het deadlift patroon. Dus we hebben een Romanian deadlift en die combineren we met een hip snatch, snatch vanaf de heup. En we eindigen de training met wat trap bar jumps. Zo komt er een krachtonderdeel, een technisch onderdeel met de snatch en een stukje explosiviteit met de trap bar. Deze week ging het super goed. De techniek komt er beter in. Het is gewoon wat minder. Wat wel lekker is, is dat ik nu twee keer in de week met Roman. En bij het begin ben je gewoon veel aan het babbelen. En over techniek en dat het weer in moet slijpen. En het is nu gewoon wat minder lullen, maar gewoon weer aan het werk. Dat voelt alweer lekker. En techniek, nou ja, ik merk dat ik wel weer lichter word, ja. Ik weet niet of dat altijd het beste is, maar in mijn geval, weet je, ik word nu gewoon weer wat fitter. Dus ik kan wel weer wat meer hebben. En ja, het voelt wat zekerder. Dat is voor mij belangrijk, hè, met mijn rug. Dat er wat zekerheid in komt. En ja, dat begint toch goed te voelen. Het zijn nog lang niet, maar het gaat goed. Ja, lekker. Even uitrusten. Nou, we deden net nog eventjes een surprise workout. Die stond niet echt op de planning, bij mij in ieder geval, bij Roman wel. Maar ja, was wel even pittig. Ik zie nog steeds rood. We hebben roeien en assault bij, maar we deden een setje. Ja, 3 minuten tijd. Eerst 45 calorieën op de roeien. En dan resteren de tijd van die 3 minuten max aantal calorieën op de echo bike. 3 minuten rust en dat 4 keer. Ja. En dat na de training van mij, hè? Goeie afsluiter. Zij heeft een lichte voorsprong. Hij begon wat fitter. Nee, dat was oké. Laatste setje alleen op een gegeven moment met roeien. Toen hield het wel een beetje op, hoor. Maar op zich was het wel oké. Netjes. Lekker maat.